Belgische beren hebben dus echt bestaan en ze leefden soms dicht bij de stad. Maar ook vandaag is er in Europa nog een plek waar beer en mens in elkaars buurt leven, zoals ooit bij ons. Roemenië. Op naar Roemenië dus. We trekken naar Transsylvanië. In de schaduw van de Karpaten leven zo'n 6000 beren. Aan Frank, Koen en mij om er daar een paar van te vinden. Het beloofde berenland ligt te midden van de wilde natuur rond Brașov. Daar gaan we naartoe.